Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn make-up stash met jullie delen. Dus eigenlijk wat ik qua make-upjes gebruik, hoe het bij mij allemaal is ingedeeld, ja, en hoe het eruit ziet. Dus ben je benieuwd? Abonneer je zeker eventjes op mijn kanaal. Zou ik heel erg leuk vinden als je dat doet. En dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, dit is mijn make-up tafel. En voor once and for all, ik krijg nog steeds heel veel vragen over deze spiegel. En dit is gewoon een spiegel die ik heb gekocht bij de IKEA. Die lampjes die komen gewoon van AliExpress. Ik zou ze in de video hier beneden even linken als ik ze nog kan vinden. Maar dat zijn gewoon van die plaklampjes. Deze tafelblad zelf is ook, of bureaublad, is ook van de IKEA. En deze stoelen, eigenlijk is alles van de IKEA verder. Dus die kastjes, dit is de Alex-kast en dit blad. Die placemat is van de Action en dan kunnen we nu echt beginnen met mijn make-up stash. Dit heb ik een beetje hier zo neergezet. Het is niet heel erg mooi, maar het is wel heel erg praktisch. Ik heb hier namelijk een prullenbakje en die komt gewoon van de Action. En hier stop ik al mijn make-up doekjes en watjes in. Deze houder komt van de Primark. Volgens mij heb je die ook bij de Action. En de watjes zelf, ja, die kun je overal wel kopen. En dan heb ik deze spiegel. En deze spiegel komt ook van de Action. Vind ik zelf heel erg mooi, omdat hij dus een zwarte onderkant heeft en een gouden rand. En ik hou persoonlijk heel erg van zwart met goud. Dan heb ik mijn kwasten. En dit is eigenlijk een doorzichtige potje, maar daar heb ik een marmer plakfolie over omheen gedaan. Dus eigenlijk heel erg simpel. En deze kwasten zelf komen allemaal van, ja, echt verschillend. Real Techniek, AliExpress, heel veel AliExpress. En dan dus de placemat, die komt van de Action. Dan heb ik dit hoekje en dit mandje zelf komt ook van de Action. Vind ik heel erg fijn, want hierin zit mijn skincare. Dit heb ik gewoon nodig als ik bijvoorbeeld naar de badkamer ga. Dus dan neem ik gewoon zo heel wat mandje mee en dan ga ik mijn skincare doen. Ik zal even snel laten zien wat ik voor nu gebruik voor mijn skincare. Deze nieuwe Foreo namaak van AliExpress vind ik heel erg fijn. In gebruik met deze Garnier Skin Active groene thee reinigingsgel. Gaat het lekker van schuimen en deze twee in combinatie vind ik zelf echt super fijn. Ik gebruik nog een exfoliant van Clinique. Deze Garnier reinigings micellair water vind ik echt heel erg fijn. Deze heb ik net nieuw. En ja, ik gebruik hem nu een paar weken en ik vind hem echt heel erg fijn om dan de restjes van mijn make-up eraf te halen. Als ik heftige oogmake-up op heb, vind ik het fijn om nog mijn ogen extra te reinigen met deze Clinique make-up remover voor je ogen. Heel erg fijn, heel erg olieachtig, maar dat vind ik juist wel fijn. Oh, hoe leuk matcht het trouwens met mijn nagels. En dan mijn all-time favorite nu. Deze dagcreme is van Origins en die vind ik heel erg fijn, want ik heb zelf wel een hele droge huid. En zoals je kan zien, wordt die met liefde gebruikt. Hij is bijna op. Gelukkig heb ik een voorraadje, maar daar komen we zo wel bij. Dus deze. Nou ja, goed, het mandje is dus van de Action. En die lamp daarboven, die kun je aandoen. En die heb ik van mijn vriendin gekregen, die is ook van de Action. Mocht jij zelf nu ook echt houden van goud met zwart, ja, dan is Action wel echt een goede aanrader. Want daar hebben ze nu gewoon heel erg veel gouden spulletjes. En zelf vind ik dat echt super leuk in combinatie met mijn muur. En die is oudroze. Eerste la. En dat is dus eigenlijk al gelijk mijn alledaagse make-up la. Ik heb hier van alles liggen. En dit zijn echt mijn favoriete producten van alles. En daarom gebruik ik het ook elke dag. Ik zou er even snel doorheen gaan. Deze bakken of laden, zeg maar, die je overal straks gaat zien, die komen van de IKEA. En ja, dit is zo'n bestekding. Kun je bestek in doen, maar ik heb ervoor gekozen om mijn make-up erin te doen. Wel was die iets te groot, waardoor ik aan deze kant eigenlijk overal een stukje af moest knippen. Maar dat was echt super klein stuk. Nou, hierachter heb ik een beetje de grote producten die ik dus elke dag gebruik. Ik heb deze Glam Glow Highlighter. Die vind ik echt super mooi. Wel is dit rubber, dus hij wordt hier echt super smerig. Maar goed, dit is dus die highlighter. Zoals je ziet, heel veel kleuren, heel licht. En dan hier wat goudkleuren. En zo vind ik de middelste echt super mooi. En hij is echt, hij glimt echt top. Dus deze vind ik gewoon heel fijn om, ja, af te wisselen met al mijn andere highlighters. Dan heb ik hier mijn favoriete setting spray. Deze is ook toevallig van Glam Glow en hij is ook bijna op. Volgens mij krijg ik gewoon een nieuwe. Dus dan, ja, kan ik die weer vervangen. Maar echt super fijn. En natuurlijk deze Nivea Aftershave voor als primer. Nou, dan heb ik hier eigenlijk allerlei items voor je ogen. Dus ja, wimperkrullen. Een hele fijne Bobbi Brown stick. Als ik toch even een soort van oogschaduw op wil doen, dan gebruik ik gewoon deze. Een eyeliner. Nou, deze is super oud van Catrice of Essence. Maar
echt aan vervanging toe. Nog een eyeliner van Catrice. Eigenlijk kan ik deze wel weggooien, want deze is uitgedroogd. En een mascara van Catrice. Dus dat heb ik hier. Dan heb ik hier mijn poedertjes. En ja, een beetje random. Ik heb deze poeder van Revolution. Hij is echt heel erg vies. En ik gebruik altijd een witte fixing poeder. Maar ik vind deze echt niet fijn. Dus ja, het lijkt wel alsof ik hem heel fijn vind. Want ik gebruik hem gewoon verder, zeg maar. Maar ja, die van Essence, die witte poeder, vind ik by far het fijnst. Nou, dan mijn Catrice wenkbrauwpoeder. Die kent volgens mij iedereen. Dit is echt mijn vijfde doosje al. En ik gebruik altijd deze kleur, zoals je kan zien. Ja, vind ik top. Ik gebruik gewoon een random Essence eyebrow gel. En hier mijn Hoola bronzer van Benefit. En die is ook aan vervanging toe. Zoals ik zei, alles gebruik ik met liefde. Dus dan gebruik ik het ook echt totdat het op is. Hij is zo goed als op, dus ik moet gauw een nieuwe fixen. Dan heb ik hier nog wat highlighters. Ik heb natuurlijk mijn favoriete Dior highlighter. Oh, gooi er maar mee. Dior highlighter 01. Echt super mooi is deze. Ik heb hier gewoon Soft and Gentle. En dan nog een mega mooie blush van Sleek. In de kleur, oh kut, blush volgens mij. Ja, blush. Super mooi. Ik gebruik niet heel vaak blush, maar als ik hem gebruik is het deze. En dan heb ik hier gewoon nog een bakje met mijn beauty blender van Real Techniek. Deze is van AliExpress. Kijk even mijn vorige video, mocht je benieuwd zijn. Daarin heb ik deze getest. Maar dat heb ik altijd in een apart bakje. En deze is van de Action. Omdat ik het anders zo vies vind worden allemaal. Ik heb mijn nieuwe foundation. Ik ben nog steeds verliefd op mijn Kiko foundation. Maar ik heb deze opgestuurd gekregen. Namelijk een nieuw product van John van Geen. En dit is een hele fijne foundation. En die heb ik getest. Hij is nog iets aan de bruine kant. Dus voor straks vind ik hem echt perfect. De textuur is ook super mooi. Dus deze heb ik hier. Dan ook van hun merk deze primer. En dan nog mijn all-time favorite Catrice concealer. Dat was la 1. En dan gaan we door naar la 2. Nou, hier heb ik eigenlijk een beetje rommelig al mijn overige make-up. Ik heb laatst heel veel uitgezocht. Dat was nog voor het nieuwe jaar. Ik zal die video hierboven even linken. Ik zou hierachter beginnen. Ik heb hier die Beauty Gloss wimpers. Geen idee of ze eigenlijk nog erin zitten. Ja. Dus als ik ze nog een keer wil proberen, kan ik die pakken. Dan mijn poederkwast. Ik gebruik nu een andere, dus deze van de H&M Home. Ik heb hier zo'n dikke Essence Camouflage Concealer. En die gebruik ik als oogschaduwbasis, als ik oogschaduw opdoe. En deze Primark Highlighter Palet. Ja, ik vind dit palet echt super mooi eruit zien. Alleen de kleuren zelf zijn heel erg cool. En ik hou wel echt van warm. Dus ja, ik heb hem eigenlijk een beetje voor de mooie liggen. Goed, dan heb ik hier nog een foundation voor straks in de zomer. Deze is van Maybelline. Vind ik heel erg fijn. Ik heb hier nog een random eyebrow gel van Essence in een donkere kleur. Als ik dan geen make-up op heb, vind ik het toch fijn om deze dan alleen op te doen, zodat mijn wenkbrauwen iets zichtbaarder zijn. Als mijn mascara op is, mijn huidige, dan heb ik hier nog een, ook van John van Gee, een mascara. Nou, dan heb ik hier een beetje de bronzers en de highlighters. En dat vind ik altijd echt heel erg leuk om te hebben. Dat zijn ook vooral highlighters mijn favoriete make-up producten. Dus ja, ik heb hier heel veel van Ethos, die lijn. Dit is wel heel erg mooi, dat gouden, maar het wordt wel heel erg vies. Je ziet alle afdrukken. Maar dit is dus een bronzer en highlight palet. Die bronzer heb ik al heel vaak gebruikt. Die highlight is een beetje zoals die van Catrice en zo allemaal zijn. Maar die bronzer is heel erg warm, dus in de zomer is dit perfect mijn kleur. Ja, dan heb je hier ook nog zo'n cheek palet. Met hele mooie blushes. Die blushes vind ik echt heel erg mooi. En highlighters. En dan hier nog een face palet met ook hele mooie blushes. Beauty blender voorraadje. En nog mijn Clinique blush. Dan heb ik hier een highlighter van Revolution. Hier een highlighter van, volgens mij is die AliExpress. Deze kan eigenlijk wel weg, want deze vind ik heel heftig zilver. En ik hou echt van goud. Het is Sleek palettes. Ik heb deze en die heb ik echt met liefde gebruikt, zoals je kan zien. Vooral deze. En die mengde ik altijd door elkaar. Ik vond die echt heel erg mooi. Zoals ik zei, ik hou echt van de warme kleuren. De koele kleuren, ja, dat vind ik iets minder. En dan heb ik nog dit paletje. En deze vind ik ook echt prachtig. Dit is echt een floor paletje. En nog losse glitters. En die spuit ik heel vaak op als ik naar een festival ga. Dat vind ik heel erg mooi. En die komt van de Ethos. Dan John van Gee contour bronzer palet. Heb ik laatst nog getest. Vooral deze kleuren. Deze hierboven heeft een glittertje. Vind ik wat minder bij contour. Dat mag bij mij altijd wel mat zijn. Maar echt een heel erg fijn product. En hieronder zit nog zo'n hele mooie sponsje. Maar dat gebruik ik nooit. Deze applicator. En dan heb ik hier nog van iHeart Makeup een highlighter. Ik heb hier nog
de highlighter van Catrice. Maar die bovenkant is eraf, dus dat heb ik in dit doosje gedaan. Ik heb nog deze banana powder van Primark en een puntenslijper voor oogpotloodjes. Dat zit hier in deze la. Dan gaan we door naar de derde la. En hier heb ik eigenlijk al mijn oogpalettes. Ja, ik heb wel mijn favorieten hier tussen zitten, dus die zou ik even snel doorheen halen. Ik heb hier namelijk deze van Primark. Deze vind ik zelf echt super fijn en was maar €3,50. Dan heb ik nog van het zusje van mijn beste vriendin deze gekregen. En dit palet vind ik ook super mooi. Zij gebruikt niet echt oogschaduw, dus die mocht ik krijgen. En hetzelfde geldt voor deze van W7. Hele mooie bruine kleuren. Nou, dan heb ik hier nog wat random paletjes. Ook een van Ethos. Vind ik ook heel erg mooi. Hier heb ik ooit een keer een lente make-up look mee gemaakt. Hier heb ik nog een losse gouden glitter van The Body Shop. Die heb ik ook van het zusje gekregen. Ja, en deze heb ik volgens mij nog nooit gebruikt. Deze is van Makeup Academy. Maar die heb ik gekregen van Charlotte Blitzbum. Daar was ik toen, was heel erg leuk. En toen hebben we geshoot voor haar webshop. Heb ik deze nog ontvangen. Heel erg mooi. Maar wel heel warm. Dus ik vind het vooral mooi als je wat bruiner bent. Ja, en zo heb ik hier van alles nog liggen. Goed, dan heb ik hier nog mijn lippenstiftladen. Dit is ook niet echt georganiseerd of zo. Ik heb er gewoon een beetje ingelegd. Ja, op zich is het nog best wel netjes. Ik heb hier eigenlijk allemaal lipbalsams. En ik heb hier bijvoorbeeld van Lovies. En nog van Kruidvat van die blik lipbalms. Dus die vind ik op zich wel fijn. Maar mijn favoriet is die van Carmex. Dan hierachter heb ik een bakje met wat lippotloden. Ja, verder niet zo heel bijzonder. Eigenlijk zit hier een beetje random spul in. En dat heb ik in een bakje gedaan, zodat het niet helemaal naar achter valt daar. Nou ja, en hier heb ik mijn lippenstiftjes. Hier vooral de lipglossjes. Deze bijvoorbeeld van Essence. Die van Kiko vind ik heel erg fijn. Deze kleur. Ik hou echt van nude, zoals je kan zien. En dit is de 01. Dus die vind ik heel erg fijn. En deze van Primark heb ik ook heel vaak op. Maar ook heel vaak in combinatie. En dit was echt zo'n pakketje. Dit kon je kopen bij de Primark als setje. En ja, die vind ik allemaal heel erg fijn. Maar dit is allemaal nude eigenlijk vooral. En ik heb ook wel wat rode, maar die draag ik eigenlijk nooit. Maar deze heb ik eigenlijk nog nooit getest. Deze is nieuw van Poepa. Kun je ook wel zien. Nou, die ga ik gauw even testen. Zal ik swatchen. Dit is de I'm Love Proof. In de kleur 004. Oh ja. Dit is wel een mooi kleurtje. Hij is wel een beetje aan de roze kant. Maar kan wel heel mooi zijn. Hier heb ik dan nog gewoon echt lippenstift. En dan komen we alweer bij de onderste la. Mijn onderste la is eigenlijk allemaal backup. Dus alles wat ik hier heb. Oh, ik ga er even goed bij zitten. Dat heb ik zeg maar nu nog niet nodig. Nou, ik zou even dit er allemaal af uithalen. Dit zijn make-up doekjes. En daar heb ik laatst een heel voordeelpakket van gehad. Die gaan er zo snel doorheen bij mij. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar bij mij gaat dat echt zo snel op. Ja, dan heb ik hier nog wat watjes. Deze heb ik gewoon bij de Action gekocht en was maar 60 cent of zo. Dus daar haal ik altijd gelijk een voorraadje. Nou, in dit bakje heb ik vooral heel erg veel dagcremes en zo. Die ik dus kan gebruiken als mijn huidige op is. En zoals jullie zagen is die bijna op. Ik heb van Glam Glow nog wat dagcremes. Ik heb daaronder van Nivea. Deze skincare foam van Rituals. Deze, dus die bewaar ik in dat mandje. Ja, het valt nu allemaal een beetje naar beneden. Ik heb nog heel veel exfoliant van Glam Glow. En hier ook nog om te reinigen van Glam Glow. Ik heb hier nog wat shampoos en conditioners van Maria Nila. Mijn favoriete Sios conditioner en een XL André Lon shampoo. Ik gebruik nu shampoos van de kapper. Vind ik zelf ook heel erg fijn. Ja, ik heb nog deze Biore, herstellende pori cleanser. Dit is een beetje een scrub. Nog een Glam Glow reiniging exfoliant cleanser. Ik heb hier nog een haarmasker. Die ik nu gebruik is honing. En dat vind ik wel fijn voor deze tijd. En dit is kokos. En die vind ik wel fijn voor straks een beetje in de zomer, in de lente en zo. Nou ja, ik heb hier nog een L'Occitane body cream. Ja, die is nog helemaal nieuw in verpakking, heb ik opgestuurd gekregen. Mijn nieuwe Rituals body butter is ook nog nieuw in verpakking. Maar eerst mijn oude opmaken. Wat dagcremes van L'Oreal. Een nieuwe Clinique gel. En dan nog wat haarproducten en een refreshing exfoliant. Volgens mij is dat gewoon om lekker in te smeren straks voor de zomer. Van L'Occitane. En ook nog deze body lotion van Victoria's Secret. Gekregen van een vriendin van mij voor mijn verjaardag.
Maar ja, ik heb nu al zoveel body lotions en zo wat ik al gebruik. Dus dat wil ik eerst opmaken voor ik de nieuwe dingen allemaal ga aanbreken. Ja, dit is een andere ladekast. Dit is niet de Alex-kast, maar een iets oudere versie. Ik had deze toevallig al in mijn kamer. En we vonden het een beetje zonde om dan nog een nieuwe ladekast te halen terwijl ik deze al heb. Terwijl ze wel hetzelfde formaatje zijn. Dus ja, kan prima zo. Dit is de eerste la en het lijkt best wel rommelig, maar hierin zit ook een bak. En dit was gewoon één met een deksel eraan. Die heb ik eraf gehaald en hierin heb ik een beetje mijn daily skincare nogmaals. Ik heb hier al mijn dagcremes en ik hou echt van dagcremes, want ik smeer me altijd in. Ik heb best wel droge handen, dus dan vind ik dit heel erg fijn. Mijn favorieten zijn toch die van de Rituals en ik heb hier wat minis. Die heb ik van mijn zus gekregen voor mijn verjaardag. Hier mijn nachtcreme en deze is van Glam Glow en die vind ik heel chill. Het is best wel een dikke substantie, maar dat vind ik heel erg fijn voor mijn droge huid. Vooral in de avond. Zoals ik al zei heb ik hier nog die Clinique Gel, maar ik denk dat ik deze gewoon een keer ga weggooien en een nieuwe ga gebruiken. Want volgens mij heb ik deze al best wel lang. Ik heb hier nog mijn wenkbrauwverf van de Kruidvat waar ik mijn wenkbrauwen mee verf. En nog hier een Glam Glow voor onder je ogen. Bij je wallen zeg maar. Dat je dat kan insmeren. Probeer ik in ieder geval ook elke avond te gebruiken. Dan heb ik hier nog wat olie voor je huid. Deze van Glam Glow. Hoe noem je dat? Garcool erin. Weet je wel? Van dat zwarte spul. Wat heel erg goed is tegen meeeters. En deze van Kruidvat. Nou ja, deze kan eigenlijk ook al weg. Heb ik al heel erg lang. En hierachter nog pseudo-crème als ik rode plekjes heb. Dan gaan we door naar de tweede la. Ook dit lijkt niet georganiseerd, maar op zich zit er nog best wel een systeem in. Het is alleen heel erg veel. Hier zitten mijn maskers in. En ik heb hier eigenlijk alle maskers in een potje. En dit is ook voornamelijk weer van Glam Glow. Omdat ik om de 4 weken een box van hun ontvang. En ik ben heel erg te spreken over hun producten. Dus dat vind ik heel erg fijn. Dus daar heb ik hier wat random maskers in. En mijn all-time favorite masker, deze heb ik opnieuw aangevraagd omdat ik hem zo fijn vind, is deze van Glam Glow. Het is de Hydrating Mud Mask. En ik vind deze zo allemachtig fijn. Je kan ook wel zien, hij is al bijna op. En hij ruikt zo lekker. En hij is zo zacht voor je huid. Het is echt bizar. Dus ja, dit is echt mijn favoriet van alle maskers van heel de wereld. Dus hier heb ik eigenlijk echt een voorraad van. Ja goed, dan heb ik hier nog wat andere maskers. Deze van Glam Glow bijvoorbeeld. Nee, dit is allemaal niet gesponsord. Dit is een klein masker, maar ik heb ook die zwarte glittermasker van hun. Ik heb wat van Action, ik heb wat van Clay & Glow. Dan heb ik in dit mandje hiernaast wat losse maskers, zoals deze van Rituals. Die moet je zelf aanmaken met wat drupjes water. Hier nog wat van Action en nog wat losse zakjes. Dat bewaar ik allemaal hierin. Dus dat heb ik hier en hierachter heb ik echt de grote tubes en de grote zakjes. Ook van Glam Glow. Toevallig, echt love it. Dit is ook mijn favoriete masker. Deze is van Freeman. Deze kun je gewoon bij de Kruidvat halen en is heel goedkoop. En dit is anti-stress klein masker. Vind ik echt heel fijn. Daar word je heel blauw van. Ja, en dan heb ik hier nog wat andere maskers. Deze van Origins heb ik laatst ontvangen met kokos. Je hebt deze van de Kruidvat. Die vind ik wat minder fijn. Hier nog wat andere Glam Glow producten en wat grote sheet masks. En ik heb deze ook van Clinique. Dan de derde la. En dit is echt een zooitje ongeregeld eigenlijk. Dit is echt, ja, ik laat gewoon de realiteit zien. Dit is de realiteit. Het was heel netjes, maar ik ben laatst mijn kamer gaan opruimen en ik had geen plek meer. Dus ik heb wat spullen hierin gedumpt, zodat de andere laadjes wat leger zijn. Maar goed, ik gebruik hier mijn make-up doekjes. Dit is die ik nu gebruik. En dan heb ik hier in dit bakje heb ik allemaal testers en dingetjes. En dagcreme testers. Gewoon allemaal van die testers die je wel eens krijgt. Nou ja, heb ik hier. En dan heb ik hier nog wat spoelies voor wenkbrauwen. Had ik ooit zo'n setje gekocht bij AliExpress. Hierachter zit mijn Bondi Sand spul. Allemaal voor zelfbruiner. Gebruik ik eigenlijk niet meer. Maar het is wel echt super fijn. En nog wat andere testers. Dus dit is eigenlijk een beetje de testersla. En daar dump ik dit in. Want daar, ja, dat past. Nou, en dan gaan we door naar dit laadje. En hier heb ik eigenlijk al mijn nagellak. Hier, dit is een tasje, hier zitten al mijn veldjes en dat soort dingen. En hier gewoon al mijn lakjes. En daar heb ik, dat heb ik gedaan in deze, ja, organized dingen van de Action. Zodat het allemaal een beetje georganiseerd is. Hierachter heb ik nog een gellamp. En ook nog allemaal tips van AliExpress. Maar goed, ik gebruik dat niet meer. Want ik krijg heel vaak vragen waar ik mijn nagels doe. Die doe ik bij Milotte in Nijverdal. Dit is ook niet gesponsord. Dit is gewoon, of ik vind het heel erg fijn. Eigenlijk gebruik ik dit niet meer en ligt het maar een beetje hier. Hieronder heb ik allemaal medicijnen, de pil, dat soort dingen. En hieronder, nou, echt random, een koptelefoon, horloge, een grote haardonut en dat soort dingen.
Dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jij het leuk vond. Doe zeker even een duimpje omhoog als jij het leuk vond. En dan zie ik je tot de volgende video. Doei doei!